Nieuwe gasten, Pieter Libin en Peter Strix. Ik ga gewoon de openingsvraag stellen. Wat bindt jullie aan het AI Lab en wat is uw huidige activiteit? Ik heb mijn doctoraat hier aan het AI Lab gedaan. Okay. En dan daarna ben ik eigenlijk anderhalf jaar naar de U Hasselt gegaan bij professor Neil Hens, om te werken op epidemiologische modellen, ook, ja, waar dan mijn doctoraat over ging, om eigenlijk AI te gebruiken om mitigatiepolicies te gaan optimaliseren. Wel, Neil Hens hebben we vaak in het nieuws gezien, om dan te gaan kijken van hoe gaan die golven evolueren, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik zou denken dat zo de verspreiding van een virus, dat je dat ook met hele simpele regels gewoon kan modelleren, maar met AI kan je dat dan nog beter doen. Wel, inderdaad, de modellen van Neil en zijn team, hè, dat gaat van eenvoudige regeltjes tot eigenlijk heel complexe simulatiemodellen. Mm-hmm. Die laten ons toe om op een heel goede manier het epidemiologisch proces te gaan simuleren. Maar wat we dan AI voor gebruiken is om te weten hoe dat we mitigatiemeasures best inzetten eigenlijk. Hè. De dus, maatregelen, de coronamaatregelen, wat gaat er meest helpen? Bijvoorbeeld. Ja, okay. Dus wanneer dat we die best toepassen, wanneer dat we bijvoorbeeld exit strategies kunnen gaan toepassen, dat is ook iets wat we bestudeerd hebben nu, samen met Neil en Philip Beutels ook van de U Antwerpen, om beter te begrijpen hoe dat, hoe dat die strategieën best kunnen ingezet worden. Hè. Ja. Is dat neurale netwerken of andere methodes dat je daarvoor gebruikt? Daarvoor gebruiken we reinforcement learning, okay, in combinatie ook met neurale netwerken. Ja. In welke mate zit daar dan een soort black box gegeven aan? Kan dat ding u een exit-strategie voorstellen waarvan het niet echt kan verklaren waarom dat gaat werken? Dat is inderdaad een goede vraag. Momenteel zijn die technieken die we gebruiken, geven inderdaad een policy waar je niet echt een uitleg voor hebt. Nu, in bijvoorbeeld een paper waar dat we nu aan gewerkt hebben, om die exit-strategieën te bestuderen, hebben we de omgeving waar die we in leren, want de reinforcement learning agent die gaat eigenlijk leren binnen een omgeving, hè, wat we dan eigenlijk een epidemiologisch model instoppen, met acties die de preventiemaatregelen voorstellen. Mm-hmm. En door die acties zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen we wel een policy leren dat epidemiologen ook kunnen begrijpen. Hè. Okay. Dus het AI-model kan het misschien niet rechtstreeks uitleggen, maar we kunnen er wel begrijpen wat er eigenlijk gebeurt en op basis daarvan een policy gaan leren die we toch wel in de echte wereld zouden kunnen uitvoeren. Ja, ja. Het is niet dat het een compleet mysterie is van waar al de maatregelen komen. Je ziet wel, dat gaat daartoe leiden. Ja, inderdaad. Oké. Peter Strix, wat bent u aan het AI-lab? Ik ben de generatie vroeger dan aan. Dus de allereerste generatie van het AI-lab. Dus 83, 84. Echt de opstart meegemaakt? De opstart meegemaakt. Oké. Okay. Maar nu niet meer actief, professioneel, binnen AI, maar wel nog heel erg geïnteresseerd in AI. Dus mijn eerste applicatie was bijvoorbeeld, en dat waren toen net de eerste laserprinters, hè, van Agfa. En die communicatie tussen computer en laserprinter was heel beperkt, hè, qua bandbreedte. Hoe kunnen we een file, ja, de inhoud van de file, bepaalde compressie-algoritmen gaan toepassen om dan te sturen naar de printer, zodanig dat die bandbreedte zo efficiënt mogelijk wordt benut. Dus dat was een van mijn eerste toepassingen die ik ook had. En de thesis ging over symbolic computing, dus de tweede generatie expertsystemen, waarbij dat de eerste generatie expertsystemen waren regelsystemen, klassieke regelsystemen, als dan. Ja. Maar ook, als je heel veel evidence hebt, dan kan dat ook vrij, intelligent overkomen. Maar er kwam altijd een moment waarop het systeem brak. Met andere woorden, er komt een case die niet voorzien is in een regelsysteem. Ja. Wat nu? En tweede generatie expertsystemen probeerden dan van te kijken naar het onderliggende model. Bijvoorbeeld, ik heb een printed circuit board, een model. Ik heb if-then-regels. Als dat niet werkt, moet je daarna kijken. Als dat niet werkt, moet je daarnaar kijken. Onderstel dat je dan in een situatie komt dat niet in de regel zit, dan ga je beginnen kijken naar de elektronische verbindingen tussen de chips. Mm-hmm. En dan ga je proberen te kijken van hoe kan ik door zo weinig mogelijk vragen toch wel proberen tot de oorzaak van het probleem te komen. Okay. En dat was in het kader van een treindiagnosesysteem dat we toen
maakte samen met Asek Charleroi. Mm-hmm. Toen nog. Heel toegepast? Heel toegepast, maar dan... Wij zaten nog een beetje in de AI-zomer, net voor de AI-winter. Je hebt zelfs het begin van de winter absoluut. Dat er bijna, denk ik, 40-50% van de toenmalige studenten moesten vertrekken op Tahilab, omdat er geen funding was. Okay. Of dat er heel sterk gekeken werd naar die studenten ergens anders plaatsen, om toch te kijken van hoe of wat. Ja. Ja. Hoe was de opstart? Was het deze locatie al toen? Of nee, nee. De allereerste locatie was in het gebouw K, bij de ingenieurs. Okay. Waar dat de professor Tubergien zo vriendelijk is geweest om ons een verdieping ter beschikking te stellen. Een deeltje. Een deeltje, nog niet volledig. Maar wel in de faculteit wetenschappen, dus ja, dat was wel... Op de vierde verdieping. Niet evident, hè. Nee. Dat het wetenschappen was in plaats van... Wel ja, Tahilab behoorde eigenlijk tot de faculteit wetenschappen, maar de ruimte die ter beschikking gesteld werd, was eigenlijk wel oorspronkelijk van de ingenieurs. Ze mogen ook eens iets teruggeven aan de wetenschap. Wat is dat nu? Dus ja, nee, dat was heel... Ja, als ik thuis vertelde van... wat gaat u nu doen met die licentiaat informatica? Artificial intelligence. Maar ik was daar toen al 2-3 jaar mee bezig. Ja. Dan toch niet beter iets anders? Nee. Met stil leren. Artificial intelligence, alleen ik zo. Hè. Ja. Heel esoterisch, maar... Wat had je ter beschikking van computers op dat moment? Oh, dat was gelukkig. Hè, was er professor Luc Steels, de oprichter van Tahilab. Ja. Die had... Ik kwam van het MIT. Mm-hmm. Die had daar gewerkt met symbolic Lisp machines. Ja. En dat waren, ik spreek nu, 83, 84. 84 net de Apple Macintosh geïntroduceerd. Hè. Heel klein schermpje, de muis, de grafische user interface. In 83 hadden wij Lisp machines met een A4 hoogresolutie scherm. Ook met een muis interface. Volledig in... programmeert al Lisp geschreven. Volledig, ik ga niet zeggen open source, maar alle systeemcode was beschikbaar. En dus we konden heel snel gaan kijken van waar zit het probleem. Dus qua apparatuur zaten we echt wel heel, heel goed. Ja. Dus op dat punt, en er was ook genoeg funding op dat moment. Hè. Dat was een beetje zo vergelijkbaar met de dotcom-hype. Ja. Waarbij je vroeger, einde jaren 90, zei dotcom en je werd gefund. Als je laten we zeggen, begin jaren 80 zei ik, begin iets met AI-lab. Oh, oké, expertsystemen, pok. Toen al zelfs. Toen funding. Maar dat is dan heel sterk gegroeid met het hele, denk ik, Strategic Defense Initiative, Star Wars-programma van Ronald Reagan. Dus dan werd er heel veel met geld gesmeten. Maar dan, na de peak of inflated expectations, hebben we altijd, zoals in Gartner, de trough of disillusionment. Ja. Het levert toch niet echt op wat we dachten dat het zou opleveren. En dan werden plots de budgetten fel ingekrompen. Ja. En Luc Steels is toen, dus laten we zeggen, einde jaren 80, heeft hij het expertsysteemgebied wat laten liggen en is die meer gegaan naar subsymbolic computing. Dus alles met genetische algoritmen, autonomous agents. Wat die baas die nu op MIT werkt, is gestart met de autonomous agents groep bijvoorbeeld. Bij mij was het toen nog kennisrepresentatie. Hè. Hoe ga je bepaalde dingen voorstellen? Je hebt een persoon, de leeftijd van een persoon. Je hebt blokken. Hoe ga je in een blokkenwereld redeneren? Die dingen. Dat was focus van het onderzoek. En ik geloof echt wel dat vandaag dat we terug een golf gaan krijgen waarbij dat die symbolic computing heel belangrijk gaat worden om explainable AI te krijgen. Mm-hmm. Als je gaat... alles overlaten aan neurale netwerken. En ik heb hier een gradiënt die aan het evolueren is naar een minimum. Huh? Wat betekent dat in mensentaal? Ja. En dat er dus mensen gaan zijn, groepen hopelijk gaan zijn, die daar een link gaan mee leggen. Nou, wat betekent dat in de reële wereld? Want ik wil niet in een situatie komen waarbij dat een of andere bankbediende mij een lening weigert, omdat zijn AI-systeem gezegd heeft van, ja, ik heb 2000 modellen bekeken en dat ziet er niet goed uit voor u. Computer says no. Computer says no. Hè? Dus dan zou ik toch wel graag een uitleg krijgen, hè? Bronnen, waarop heb je gebaseerd, om dat te kunnen doen. Want dat is eigenlijk ook wat we nu samen doen. Hè? Dus in het onderzoek dat Pieter geschetst heeft, hè? Dus ook die strategieën die dan geleerd worden... visualiseren, want visualisatie helpt ook heel dikwijls om inzicht te krijgen. Maar ook naar iets rule-based vertalen.
waarbij dat je dan toch wel meer transparantie krijgt. Maar bijvoorbeeld ook fairness is ook iets waar we samen op werken. Want je kan bepaalde maatregelen opleggen in groepen. Hè? Dus de jongeren thuis houden, de ouderen opsluiten. Hè? Maar ja, hoe doe je dat op een faire manier? Hè? Hoe verdeel je de last van de maatregelen? Vrijwaarde middenklasse. Verdruk de rest. Ja. Dat iedereen een beetje een inspanning doet, hè. Bijvoorbeeld in deze context. Maar fairness gaat natuurlijk alleen verder dan dat. Hè. Ja. Die explainable AI, is dat dan dingen die eerst een beetje in een black box machine learning ontstaan niet zijn, achteraf verklaren? Of via nieuwe methoden tot helderder regels? Het is een soort kruisbeschuiving maken tussen die meer explainable technieken, zoals dat die... Ja, inherent waren in expertsystemen. Die van in het begin explainable zijn. Ja, dus Peter heeft daarnet gezegd, ook de tweede generatie, die dus eigenlijk bijleert. Hè, want het was niet alleen, vind ik hier een oplossing, maar dan werd die oplossing ook geabstraheerd in nieuwe regeltjes. Dus de volgende keer moest die niet terugvallen op dat onderliggend model. Hè, dus dat er ook al een heel leerproces. Maar dan eigenlijk die technieken die toen gebruikt werden, combineren met... Een strategie die eerst wel als een zwarte doos wordt geleerd, maar dat je die kan dan uitvoeren in simulatie en je ziet wat dat daar gebeurt. Ja. En die vertalen naar iets dat symbolisch is. Hè. Dat je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, als de epidemie die een trend vertoont, hè, dan is bijvoorbeeld alle hens aan dek. Dan kan je hier geen leeftijdsgroep sparen, maar... Als het vooral de epidemie zich daarvoor doet, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, geen probleem, laat kinderen naar school gaan. Dan kan je dat symbolisch gaan vertalen. Ja. Oké. Okay. Ja. In welke mate zaten jullie ook een beetje in de perceptieoorlog? Hè? Want iedereen had een mening over corona. Zeker iedereen had een mening over maatregelen, over ten eerste welke dan nuttig waren en dan ook over de volgorde. Konden jullie je daar wat buiten houden of was dat toch een storm die binnenkwam in het onderzoek ook? Wel, ja, toen was ik eigenlijk, had ik het geluk om postdoc te zijn in de groep van Neil. Hè. Dus zat ik een beetje achter de schermen dat werk te doen. Want dat was inderdaad wel een heel moeilijke situatie. Wat dat ook een beetje aangeeft dat zulke problemen oplossen, ja, je kan eigenlijk niet naar één criterium kijken. Hè. En... Wat dat in het begin vaak het geval was, is dat we eigenlijk gewoon naar die infecties gingen kijken. Die infecties naar beneden krijgen, wat dat ook cruciaal was. Maar achteraf zijn we ook onderzoek beginnen doen om eigenlijk andere objectieven daarnaast te zetten. Bijvoorbeeld, fairness is daar één van, maar ook social burden. Hè. Mm-hmm. Die maatregelen, die hebben natuurlijk ook een kost. Hè. Hoe kunnen we dat meenemen in die beslissingsprocessen? En ik denk dat dat voor volgende epidemieën ook heel belangrijk wordt. Om dat ook van dat perspectief te gaan kijken. Heel lastig om te kwantiseren, lijkt mij. Levenskwaliteit, sociale last. Ja, dus we moeten daar proxies voor gebruiken. Maar bijvoorbeeld voor die social burden gingen we dat dan kwantificeren door het aantal verloren contacten. Dat is eigenlijk een goede proxy om toch een idee te krijgen van wat mensen op die moment missen door de impact van die maatregelen. Ja. Werken nu nog op die... epidemieverspreiding, of heb je een ander onderzoeksgebied nu? Wel, ik ben dus nu ook gestart als assistant professor aan het AI-lab. En daar werk ik inderdaad nog. We hebben enkele projecten lopende waar dat we gaan kijken naar nieuwe pandemieën. Hè. Als er een nieuwe pandemie komt, hoe kunnen we die gaan modelleren? Houd vast, nieuwe pandemie. Absoluut. Maar dus hoe kunnen we die dan best modelleren? En ook door reinforcement learning beslissingen nemen om idealiter te vermijden dat we vanuit van een uitbraak naar een pandemie. Want dat zou eigenlijk ideaal zijn, hè, dat we niet meer in de situatie komen waar dat we eigenlijk enkel nog kunnen mensen thuis houden, maar dat we gewoon proberen om die grootschalige verspreiding te vermijden. Dus de uitbraak tegenhouden. Maar dan heb je waarschijnlijk maatregelen nodig... nog voor er een gigantisch probleem is. Ja. En dat ligt heel moeilijk bij de bevolking. Je moet nu binnen blijven, omdat er niks aan de hand is. Ja. Ook monitoren, dat je sneller weet wat er gaande is. Ik denk dat dat ook cruciaal is. En dat er daar nog heel veel mogelijkheden zijn
om te verbeteren. En de AI daar ook een heel belangrijke rol kan spelen. Ja. Dat is ook iets waar we nu toch aan het kijken zijn, hoe dat we zo'n technieken kunnen ontwikkelen. Ja. Je bent dan ingestapt in het AI-lab, komende van Hasselt, voor zowel onderzoek als lesgeven, denk ik dan. Wat is het voor iets? Is het een ontmoetingsplek? Is het een onderzoeksgroep? Of is het een inspirerende omgeving? Wat betekent het AI-lab voor u? Ja, het is inderdaad een onderzoeksgroep waar we met experten van heel verschillende takken toch allemaal samenkomen. En ja, elk vanuit onze eigen expertise ook de studenten lesgeven. En ook vanuit dat onderzoek, die onderzoeksexpertise die lessen kunnen spekken met echt relevante en denk ik ook echt interessante onderzoeksresultaten. Hè. Dus het koffiemachine moment is belangrijk hier waarschijnlijk, de informele ontmoeting. Ja, dat is een serieuze kost van het lab. een concreet iets, maar ja, dat is een belangrijke katalysator ook in het onderzoek. Is heel dat koffie. Dat is koffiemachine. Eigenlijk hebben we er twee. Okay. Een beetje robuustheid als er één stuk gaat. Dat kan niet zonder. Overdimensionering, dat is weer ingenieurstrukken. Had je een visie vroeger of een beeld vroeger van wat het nu geworden is? Of is dat eerder een verrassing voor jullie, de evolutie die doorgemaakt? Dat is een verrassing, absoluut. Je hebt op die moment geen aandacht in ieder geval. Je hebt geen kristallen bol. Hè. Ja. Maar ik denk, de visie van professor Steels, maar ook Vivian Jonkers, Walter van der Velde, Chris van Marken, die eerste generatie, was toch van, hoe gaan we dingen die voor de gebruiker buiten de universiteit heel fantastisch lijken, hoe gaan we daar onderzoek naar doen, niet met de bedoeling van daar op korte termijn onmiddellijk een valorisatie van te krijgen, maar vooral wat betekent dat op lange termijn. Het was altijd de long game. De kennisrepresentatiesystemen, zo wat. Expertsystemen is daar dan een uitvloeisel van, maar dat is dan, moet je kunnen, op het moment dat je top op expertsystemen bent, dan zeggen van, ik stop, ik ga naar autonomous agents, ik ga genetisch algoritmen, waar ik alles mee nog te leren heb, ontwikkelen als onderzoeksgroep, voor de fair, hè. Ja. En dat vind ik zo chapeau aan. Ja, maar ik denk dat we dat eigenlijk altijd een beetje gehad hebben op het lab, maar dat... Dus eigenlijk een beetje de voorloper van dingen. Hè. We hebben daarnet multicriteria vermeld. Wij waren een van de eerste om daar op te beginnen. En dan heb je mensen van, waarom zou je daarvan wakker liggen? Hè? Multi-agent learning. Hè. Maar Katja, die er daarnet zat, hè, dat was 20 jaar plus geleden. Hè. En nu is dat allemaal veel meer... zichtbaar. Ja. Als ik kijk in het begin ook, hè, en ik steel zelf Germanist, taalachtergrond. Er waren kunstenaars op dat lab. Hè? Peter Pijls, met hoe ga ik een trompet en andere, Ludo Kuipers, composities maken, hoe ga ik systemen bouwen die daarbij helpen. Dus dat was heel gevarieerd. Ik denk dat het nu nog gevarieerder is, dat er nog veel meer interesse ook van andere vakgebieden is in het hele AI-gebeuren. Maar toen ook al was de blik van het AI-lab heel ruim en besefte ik van, met alleen maar ingenieurs of licentiaten informatica ga ik er niet komen, dus ik wil daar veel breder gaan. Ja, die connectie met MIT, dus hij kwam op dat moment van MIT, denk ik, en dan Patty Maas, die nu op MIT ook hele belangrijke dingen doet. Is dat iets belangrijk geweest? Misschien onderschat ik de ambitie om in België daaraan te beginnen. Dat heeft wel een vonk gekregen vanuit... Ja, ik denk sowieso. Hè. Er kwamen ook regelmatig assistenten en proffen op bezoek. Ja, Marvin Minsky, zat op het Dartmouth-conferentie. Ik ga niet zeggen dat die gast aan huis was, zeker niet. Dat was... Maar al die ervaring die meegenomen is van hoe kun je een lab, zoals op MIT wel heel gekend was, Richard Stallman van de hele GNU-beweging, komt van het AI-lab op MIT. Ja. Dus je brengt die filosofie, die manier van werken, ook die omgeving naar hier. En dan zet je, in België zijn er mensen, intelligente mensen genoeg. Als we die alles geven qua omgeving, manier van samenwerken, qua technologie...
wat komt daar dan uit? En je hebt iemand nodig, zoals Nordic Sales, met een visie, die zegt van, we gaan dat niet beperken, we gaan dat opentrekken. Dan komt daar ook heel interessante dingen uit. Ik denk dat we dat niet moeten onderdoen voor MIT, maar ik hoop dat een aantal bedrijven dat ook inzien. En zeggen van, we gaan niet funden op de short term, 3 tot 5 jaar, maar we gaan kijken op de 10 tot 20 jaar. En wat komt er daar dan uit? En toestaan dat we af en toe in die exploratie wegen bewandelen en zeggen, dat was een verkeerde, terug en iets anders. Ja, of pas later op terugkomen. Want de andere technologie moet er ook vaak zijn. Hè? Ja, absoluut. Ja. Hoe uniek is het in de regio, het AI-lab aan de VUB? Want ja, elke universiteit doet, denk ik, zeker nu, iets met AI. Maar zo de voorbije 40 jaar, is dat uniek in België, uniek in ons en de buurlanden? Zeker de opstart, hè, dat was uniek. Hè. We waren de allereerste host van de eerste AI-conferentie voor Benelux dan, die dingen. Dat wel. Ondertussen zijn er veel meer en wordt ook heel groot, hè, het AI-vakgebied. Waarbij dat je dan toch nog iedereen zijn eigen turf heeft. Maar ik denk vooral AI-lab Brussel, heel gekend voor reinforcement learning en al die systemen. Dus ik denk dat we toch nog altijd ons plekje hebben, zeker in België. België absoluut, in Europa en in de wereld. Ja. Oké, okay. Dank je wel. Voor het gesprek, voor het beeld van de, ja, toch, ik vind het een intrigerende periode die voorbije 40 jaar. Net op dit moment, midden in die boom, kunnen terugkijken op zo'n lange opbouw. Een zomer, een herfst, een winter en een hittegolf. Hittegolf, ja. Oké. Okay. Ik ga nog één slotvraagje, gewoon omdat met binnenschoot. Ik was aan het praten met Jonas de Grave, die op DeepMind werkt, die daar ging. En die gaf mij een vergelijking die zei over zijn werk, zegt hij, soms voel ik mij een alchemist, want ik heb ingrediënten, ik heb data en ik heb een netwerk, ik heb een bepaalde architectuur, ik heb een bepaald ding, ik heb meer data, minder data, betere data opgekuist enzovoort. En dus hij zei, ik giet met een zekere gerichtheid giet ik ingrediënten samen en dan zie ik wel wat er gebeurt. Omdat ik had aan hem gevraagd, hoe komt dat nu dat die ChatGPT nu opeens werkt? En hij zei van, ja, blijkbaar hebben ze de juiste hoeveelheden samengegoten. Ik denk dat ook een beetje het verschil is tussen een bedrijf, hè, ook onderzoek doet, en wij die hier onderzoek doen. Ik denk dat we eerst een beetje beter moeten nadenken. Ah, okay. Fundamentelere vragen stellen. We hebben hier niet een leger... program engineers. Een gebouw vol GPU's. Ja, we kunnen hoeveel energie ook kunnen verstoken van 10, 20 en meer experimenten parallel op te starten. Ja. En dat koppelde een beetje terug ook naar wat Tom daar straks zei. Hè. Ja. Ja, als je zo wetenschap benadert. Ja. Ah, maar dat vind ik dan nog wel een boeiend inzicht om mee af te sluiten. Er is echt nog wel een verschil tussen... de grote technologiespelers die nu uiteraard heel veel pers en aandacht krijgen en die ook wel doorbraken voor die spectaculaire dingen doen. Maar toch met een andere strategie. En hier zitten eigenlijk gewerkt aan hetzelfde, maar in een andere branche, meer in het onderzoekende. Ik weet natuurlijk niet wat dat de reden is geweest voor Google om DeepMind te kopen. Ja. Ik heb DeepMind gekocht. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dan in 2016... Luc Steels zei ook van... AI is feitelijk... je search... die search space die enorm groot kan zijn... om die te beperken. Met allerhande regels of weet ik veel wat nog allemaal. Maar probeer die search space te beperken. Watson van IBM... die genereerde gewoon alle mogelijke combinaties in schaken. Ja? Ja. En die... passen daar dan bepaalde dingen op toe om te zeggen van, zou dat eens kunnen zijn? Dat is de beste positie. Dat is de beste positie. Als ze dat dan doen met Go, wat veel meer combinaties heeft, dan zit daar al een ander model achter, een veel robuuster model. Ja. Als Google dat doet, zou dat ook wel eens kunnen zijn om te kijken van, ik krijg miljarden kliks binnen per dag. Hoe kan ik voor mijn klanten, adverteerders, zo interessant mogelijke rangschikking opstellen die niet te veel met mensen de ogen uitstikt om van die advertentie moet ik niet hebben. Ja. Die advertentie is wel nuttig, kan helpen,
en ik klik erop. Ja. En dat betekent dan money in the box for go. Ja. Dus ik weet niet of dat zij geïnteresseerd zijn naar modellen die niet rechtstreeks of onrechtstreeks gaan bijdragen in hun businessmodel. Ah, dus Google is een commercieel bedrijf natuurlijk. Daar is een businessmodel achter zitten. Ja, ja. Maar hun innovatiepoot is ook wel belangrijk, omdat dat is de voedingsbodem voor later natuurlijk. Maar de gretigheid van die bedrijven, dat moeten we ons soms ook een beetje vragen bij stellen, denk ik. Hè. Dus ik denk dat het ook niet zonder gevaar is, hè, wat er van onderzoek gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld, er is die paper uitgekomen, reward is enough. Dat is dan in die reinforcement learning context, dat je, bij wijze van spreken, puur met reinforcement learning op te schalen, naar AGI zou kunnen toevoegen. Okay. Dus dat is een paper door toch wel de grondleggers van RL, ook David Silver, iemand die toch aan de fundamenten van DeepMind zit, gepubliceerd, waar dat er eigenlijk geen gewacht gemaakt wordt van de veiligheid. Hè. Mm-hmm. Dus één reward signaal volgen zou ons tot AGI kunnen brengen. Maar dan hebben wij daar toch ook een antwoordpaper op geschreven om te zeggen dat dat toch wel heel erg gevaarlijk kan zijn en dat je toch rekening moet houden met andere objectieven dan bijvoorbeeld één enkel reward signaal. Hè. Dus, en gevaarlijk als een alignment, dat die onderweg andere dingen kan gaan doen. Enfin, de paperclip-planeet die vaak genoemd wordt. Hè. Als je paperclip-productie als reward ziet, kun je heel de planeet omzetten in paperclip. Ja. En ook compleet ontransparant. Hè. Als je één reward signaal volgt, hè, dan weet je ook niet noodzakelijk wat er intern gebeurt. Hè. Dus dat is toch wel iets waar we ons ook wel vragen moeten bestellen, dat dit soort onderzoek zo ongecontroleerd kan gebeuren. Ja. Het is wel zo dat die bedrijven wel de infrastructuur hebben, dat misschien wel mogelijk zou maken. Dus daar moeten we ons toch wel bewust van zijn. Ja, ze maken zichzelf ook zorgen af en toe. Enfin, het gaat heel snel, zeggen ze zelf ook. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze nu zelf regulatie gaan vragen zijn. En dat is ook vrij apart dat Silicon Valley-spelers gaan vragen om regulatie in het congres. Ja, nee. Hè. Dat kan ook zijn natuurlijk om de markt te beschermen. Hè. Ja, ja, okay. Want als zij regulatie invoeren, dan zal er geen nieuwe speler, Google, geen nieuwe speler, of wordt veel moeilijker. Hè. Dus de barrier to entry wordt plots veel hoger. Hè. Ja. Ik vrees ook wel eens dat dat de motivatie zou kunnen zijn, eigenlijk dan de goedheid uit hun hart. Oh, het voordoen, dus, ja. je verdenkt ze duidelijk van zeer doelgerichte... Ik denk absoluut, als zij een innovatiepoot hebben, dan gaan daar heel veel interessante dingen in gebeuren. Ja. Maar de vraag is van, als er dan uiteindelijk wordt beslist, elk kwartaal of het einde van het jaar, dan wat gaan we verder? Het zijn commerciële bedrijven, dan verwacht ik wel dat zij die initiatieven op de eerste plaats zetten die op de short to medium term rewards hebben. Ja. Ja. Terwijl een universiteit moet echt wel durven zeggen van oké, hier hebben wij te weinig informatie, we gaan er nog mee verder. Terwijl Google zou kunnen zeggen van, we hebben niet genoeg informatie om dat te rangschikken op nummer 1 of op nummer 5. Maar daar en daar weten we veel concreter wat dat reward is. Hier niet, dus hier stoppen we mee. Ja. Terwijl fundamenteel onderzoek en de rol van de universiteit is juist van dat ook te ontwikkelen. Want who knows? Voilà. En dat gaat hier allemaal gebeuren. Het gebeurde al 40 jaar. Op naar de volgende 40. Ja, absoluut. Heel erg bedankt. Veel bijgeleerd weer. Merci. En het beste voor de toekomst. En de doctoraatverdiening. Ja. Ook mij wel reinforcement. Allee.